oosten, in het noordoosten van ons land. Met daar ook nog een paar felle buien. En een hele mooie regenboog. Dat leverde toch behoorlijk wat neerslag op. Op sommige plaatsen meer dan 10 mm. En is helemaal niet zo slecht voor de natuur, want het is nog steeds een beetje aan de droge kant. Maar in de loop van de dag losten al die stapelwolken op. Je kon het vooral in het westen van het land zien als je naar boven keek. Het loste gewoon allemaal op en op een gegeven moment werd het helemaal zonnig. De wind viel weg en daardoor was het eigenlijk langs de hele Nederlandse kust vanmiddag perfect strandweer. Ondanks dat de temperaturen niet zo heel hoog kwamen. Morgen wordt het allemaal wat warmer. Vanuit de ruimte nog die stapelwolken in het noordoosten van ons land. En even ook nog een bui boven Brabant. En dat dreef allemaal naar het oosten weg. Veel zonneschijn vanmiddag. Maar als we naar het westen kijken, dan zien we hele dunne sluierbewolking op ons afkomen. Die wordt in de loop van de nacht en vooral morgen dikker. Het heeft te maken met de aanvoer van die warme lucht. Sorry, een beetje moe. Het dus morgen niet meer zo zonnig langs de kust. Ja. 20 graden bij ons. De warme lucht zit vooral hier in het zuiden van Europa, 38 graden. Vrouwtje ook, hè? In het zuiden van Spanje. Nou, die lucht komt niet naar ons toe, maar wel de lucht boven Frankrijk. Achter een zogenaamd warmtefront, vandaag nog boven de Britse eilanden. Bij ons een hoge drukgebied, dat schuift naar het oosten.